Welkom allemaal bij deze academische zitting, waarbij professor Maria Jansen haar afscheidsrede zal uitspreken. Wat fijn om zo'n volle zaal te zien. Er druppelen nog steeds mensen binnen. Is helemaal niet erg, zoek vooral een plekje. Er is eventueel boven ook nog ruimte. Moet u even naar buiten lopen en dan daar de trap nemen. Ik denk dat zegt ook van alles over Maria. De zaal zo vol zit, zoveel hoogleraren vanuit alle hoeken en gaten van ons land. Dat is ook een soort persoonlijk compliment, denk ik, voor alles wat Maria in haar carrière heeft gepresteerd. Ik ben vandaag pro-rector, maar ik wil ook al even een... Ik heb het nog niet voorgesteld. Mijn naam is Stef Kremers. Ik ben vice-decaan van de faculteit Health, Medicine en Life Sciences en de pro-rector voor vandaag. En ik schoot al meteen in de persoonlijke nood, omdat ik Maria vrij groot deel van mijn eigen academische carrière heb mee mogen maken. Er zijn toch wel een aantal dingen die ik, voordat ik Maria het woord geef, nog even wil zeggen. Ik heb enorme waardering voor de manier waarop Maria haar werk heeft gedaan. Ze heeft gewerkt in het krachtenspel van GGD, Universiteit Maastricht, de praktijk. Ieder met hun eigen politiek-bestuurlijke context. Om maar even een term te gebruiken die Maria veel in haar academische werk heeft beschreven. En dat is niet altijd makkelijk. En ik heb enorme waardering voor de manier waarop zij daarmee is omgegaan. En ze stelde daar ook altijd goede vragen. Als ik bij de GGD was met haar, dan was Maria altijd degene die de vraag stelde. Ja, maar wat heeft hier de wetenschap nu aan? Of wat kunnen we uit de wetenschap gebruiken om het plan van aanpak van ons in de praktijk te verbeteren? Als ik met onderzoekers samen met Maria was, was Maria altijd degene die vroeg, ja, maar wat heeft de burger hier nu aan? Hartstikke mooi, wetenschap, maar we moeten ook zorgen dat de burger hier iets aan heeft. Impact. Dat onderschrijft heel erg de rol die de academische werkplaats, publieke gezondheid natuurlijk, in het veld heeft, maar ook de rol die Maria daaraan zelf heeft gegeven en zelf heeft gepakt. Ook het menselijke aspect waarmee ze dat doet, wil ik toch even benoemen op dit moment. Altijd met oog voor de persoon achter de functie. Ik heb een aantal keren meegemaakt dat Maria heel erg juist die persoon prioriteerde boven alles wat dan nog op dat moment even moest voor het werk. En daarin vond ik zelf altijd heel erg bewonderenswaardig hoe die privé-werkbalans werd neergelegd bij de mensen met wie zij werkt. En daar vond ik zelf altijd hele gezonde keuzes in maakte en uitdroeg. Laatste puntje en dan geef ik je echt het woord. Mensen die Maria kennen zullen dat misschien herkennen, maar ze is ook altijd wel heel erg druk. En ook druk in doen en laten, laten we zeggen. Als van wandelen van A naar B gaat ook druk. Dus als je op de gang haar aanhoorde komen en je zat op je kamertje te werken, dan wist je meteen, oh, dat is Maria. En of, ik laat nog even in het midden of dat nu haar hoge hakken waren of haar lange tenen. Je wist wel, het is Maria. Vandaag niet met hoge hakken, heb ik ontdekt, wel met gehouden schoenen. Dus ik wil nu heel graag het podium geven aan professor Maria Jansen met haar afscheidsrede getiteld Gezondheid, een publieke kwestie. Applaus graag. Geachte rector, decaan, college, leden van de corona, leden van het algemeen bestuur van de GGD Zuid-Limburg. College van Toezicht, collega's, vrienden en familie. Ongelooflijk fijn dat jullie er allemaal zijn. Ik zou er bijna stil van worden. Maar goed, stilvallen lijkt nu niet het juiste moment. Martine en ik nemen vandaag afscheid van ons werkzame leven.
We hebben er samen bijna 85 jaar op zitten. We zijn begonnen aan de Landbouwhogeschool in Wageningen. Dat heet nu Wageningen University Research Center. En heel veel van onze Wageningse studiegenoten zitten nu in de zaal. Ik vind het fantastisch dat jullie er allemaal zijn. Martine en ik zouden elkaar nooit echt hebben leren kennen als hoogleraar Jo Houtvast, toentertijd vakgroepvoorzitter van Humane Voeding, niet had bedacht dat een praktijkstage een noodzakelijk onderdeel was van de studie. Moet ik even kijken hoe ik naar die volgende dia kom. Oh, wacht even. Dus ik toog met een 2 jaar oudere studiegenoot naar Sri Lanka, waar wij onderzoek deden naar de leefomstandigheden en de gezondheidssituatie van de theeplantagearbeiders op Balangoda Tea Estate. Die Oh, wacht, ik doe even iets fout. Dit moet ik niet doen. Wacht even hoor. Even. Dit. Oh, doe ik weer iets fout. Wacht even. Pijltje. Het pijltje is eigenlijk veel makkelijker, ja. Maar waar zit dat pijltje? Pijltje naar rechts. Ja. Die leefomstandigheden waren best erbarmelijk. Ook voor ons. Maar dat had ook wel zijn charme. We zijn smoorverliefd teruggekomen en hebben sindsdien mekaars hand maar vastgehouden. In lief en leed. In wederzijds respect. En in vrijheid. We hebben samen onze kroost zien groter groeien. Hier, Wouter, Desiree, Sophie. Op de eerste rij. Ja, en jullie weten, hè, de eerste rij is de aller voornaamste rij. Dus, ja, dat verdienen jullie. Maar goed, Martine en ik blikken terug met heel veel voldoening op een heel mooi werkzaam leven. Martine in de epidemiologie en ik in de publieke gezondheid. En wie een beetje bekend is in deze richting, in deze wetenschappelijke wereld, weten dat dit twee niet te scheiden vakgebieden zijn. De een kan niet zonder de ander. Goed, dat even als introductie. Ik neem u nu mee naar gezondheids- en publieke kwestie. Al sinds eigenlijk jaar en dag is de missie van de publieke gezondheid om de gezondheid te bevorderen, te beschermen en te bewaken. En over die drie onderdelen ga ik het vandaag met u hebben. Wat verstaan we daar nou onder? Gezondheidsbevordering is het veranderen van gedrag van mensen en of de omgeving waarin zij verkeren, zodat de omgeving verandert en hun gedrag verandert omdat ze daartoe verleid worden door de omgeving. En alles met het doel om gezondheid te bevorderen en ziekte te voorkomen. Individuele vrijheid is daarbij heel belangrijk. Of u bijvoorbeeld stopt met roken, is aan u. En of u een gezonde leefstijl hanteert, is uw individuele vrije keuze. Gezondheidsbescherming. Dat zijn activiteiten en maatregelen gericht op collectieve bescherming van grote groepen van de bevolking tegen blootstelling aan schadelijke risicofactoren of schadelijke omstandigheden. De autogordel bijvoorbeeld is een gezondheidsbeschermende maatregel. De DKTP-vaccinatie is een niet verplichte gezondheidsbeschermende maatregel. In coronatijd zijn er heel veel gezondheidsbeschermende maatregelen genomen. Dat hebt u zelf ook wel allemaal kunnen ervaren. Bijvoorbeeld het verplicht gestelde mondkapje of de niet verplicht gestelde vaccinatie. Bij gezondheidsbescherming staat de individuele vrijheid enigszins onder druk. Want, dat heeft u ook gemerkt, als u naar de bioscoop wilde, dan moest u een vaccinatiebewijs of een testbewijs. En had u dat niet, ja, dan werd u beperkt in uw vrije keuze om naar de bioscoop te gaan. Gezondheidsbewaking, het derde onderdeel, bestaat eigenlijk uit twee delen. Namelijk het monitoren van de volksgezondheid. Hoe staat de staat van de volksgezondheid ervoor? Moeten we tijdig ingrijpen bijvoorbeeld? En het meewegen van gezondheidsaspecten in bestuurlijke en beleidsbeslissingen om de volksgezondheid weer te bewaken.
ook weer als voorbeeld hier het monitoren tijdens corona. Nou, real-time kon u alle IC-opnames volgen. Het aantal geteste kandidaten, het aantal vaccinaties enzovoort. Dus dat monitoren zat wel op orde. En het bestuurlijke besluit om de economie deels stil te leggen door de horeca te sluiten, scholen te sluiten. Dat is zo'n gezondheidsbewakende maatregel. Alles bedoeld om de gezondheid van de totale populatie te bewaken. Komende drie kwartier neem ik u mee met die drie onderdelen met de vraag van, zijn die drie nog in balans? En ik neem u ook mee in de zeven lessen die ik de afgelopen jaren geleerd heb. En uiteindelijk met de conclusie van, hoe gaan we de toekomst in? In 2005 heb ik samen met de extramurale GGZ, toen dat tijd RIAG geheten, heb ik het programma opgezet, een Bewegen Zonder Zorgen. Dat was een psycho-educatief beweegprogramma voor vrouwen in een kwetsbare positie. Oh, er staat hier een typfout. Met stress en licht depressieve klachten. En die stress die werd voor een deel veroorzaakt door laag inkomen, door werkloosheid of door heel zwaar werk of onregelmatig werk. Of door lage opleiding. Opvoedingsproblemen in het gezin met de kinderen, het gevoel hebben er helemaal alleen voor te staan. Wij wilden voorkomen dat deze groep vrouwen klachten zou krijgen van ernstiger depressieve aard. We hadden al eerder onderzoek gedaan en we wisten al op basis van ook in deze populatie dat als vrouwen meer dan 6 stressfactoren, dagelijks met meer dan 6 stressfactoren geconfronteerd worden, dat ze dan een grote kans hebben op een ernstige depressie van wel 70%. Terwijl als maar 1 stressfactor speelt, dan is die kans 10%. De Bewegen Zonder Zorgen werd groepsgewijs vanuit het buurthuis georganiseerd. Dus niet vanuit de GGZ, want het zou veel te stigmatiserend zijn voor deze groep. Een gratis kinderopvang werd geregeld. Het beweegdeel bestond uit weerstandsoefeningen in groepjes van 2. Jezelf een beetje leren te verzetten. Krachtoefeningen en ontspanningsoefeningen. En het psycho-educatieve deel bestond uit napraten over die lichaamservaring. Wat doen deze oefeningen met je hoofd en je lichaam? Het was niet te talig. Als een huisarts een vrouw aantrof in zijn praktijk, waarvan hij het vermoeden had dat ze toch wel licht depressieve klachten had, werd de vraag gesteld, mag ik u een screeningsvragenlijstje voorleggen? En als de vrouw daarmee instemde, dan kon dat vermoeden al dan niet bevestigd worden. En werd de vrouw, indien er sprake was van licht depressieve klachten, toegewezen op willekeurige manier aan de interventie en de wachtlijstcontrolegroep. Zo hebben uiteindelijk 161 vrouwen deelgenomen. En we hebben gemeten op, voorafgaand natuurlijk aan de training, op 2 maanden na de start van Bewegen Zonder Zorgen, op 6 maanden en op 12 maanden. Vrouwen voelden zich echt op de been geholpen. Ze zeiden, we hebben meer grip op ons leven gekregen. Maar helaas, dat vonden we niet terug, niet statistisch significant terug, in de verschillen tussen de interventie en de controlegroep. Welke lessen leren we hieruit? Nou, vooralsnog 3 lessen. Het was een 4-jarig programma, inclusief ontwikkeling en de aanpak en de werving van de huisartsen. De eerste 2 jaar werden in beslag genomen voor de training van de psycholoog, de training van de sportinstructeur, het werven van de huisartsen, het werven van de vrouwen, alle logistiek die erbij komt kijken bij zo'n onderzoek. We hadden nog slechts 1 jaar over voor daadwerkelijke uitvoering, omdat in het 4e jaar moesten de data geanalyseerd worden en het proefschrift afgeschreven worden. Judith van der Waarde promoveerde op dit onderzoek. Misschien was een blootstellingsduur van 12 maanden voor deze vrouwen, die in toch wel dagelijks moeilijke omstandigheden verkeren, gewoon te kort. Of een langere blootstellingsduur geholpen zou hebben, die vraag kan ik niet meer beantwoorden, want het is nooit langjarig uitgevoerd. Dus het verdween in de spreekwoordelijke la. Les 2. Hadden we wel de juiste uitkomstmaat? De uitkomstmaten ervaren stress en ervaren depressieve klachten. Was dat voor deze groep niet misschien toch een brug te ver? Hadden we een uitkomstmaat moeten kiezen die net iets dichterbij lag, die ook meer
refereert aan positieve gezondheid. Leren omgaan met de fysieke, mentale en sociale uitdagingen die het leven nou een keer stelt. Dus niet zozeer genezen, maar met die stressfactoren toch wat meer grip krijgen op je eigen leven. Les 3. Die raakt aan de metafoor van Émile Zola. Die zegt dat als je drenkelingen in de rivier aantreft, dan moet je ze niet stroomafwaarts redden, want dan kan het te laat zijn. Dus niet downstream, maar dan moet je ze stroomopwaarts gaan redden en kijken waar en waarom ze in de rivier belanden. Dus upstream. Want dan kan je de oorzaak achter de oorzaak verhelpen. Dus hadden we in Bewegen zonder Zorgen niet naast de downstream factoren van psychosociale ondersteuning, niet ook moeten kijken naar die upstream factoren. En in dit geval dan dus factoren die te maken hebben met bestaanszekerheid. Inkomen, werk, factoren die ik eerder al noemde. Opvoedingsondersteuning enzovoort. De wetenschappelijke literatuur wijst ook uit dat een combinatie van downstream en upstream factoren eigenlijk de meeste kans biedt op het terugdringen van mental health disparities. Dus ongelijke kansen op geestelijke gezondheid. Een ander voorbeeld waar ik veel mee bezig ben geweest, dat is schoolgezondheidsbevordering. Betekent onderwijs en gezondheid verknopen, zodat ze eigenlijk alle kinderen bereikt worden, want vanwege de onderwijsplicht. Ik werd daardoor geïnspireerd door James Heckman en Michael Marmot. James Heckman is Nobelprijswinnaar en gezondheidseconoom en heeft heel veel wetenschappelijk onderzoek gedaan waarmee hij overtuigend laat zien dat investeringen op de vroegst mogelijke leeftijd de meeste gezondheidswinst opleveren. En dat ziet u hier in de linkerhelft van deze grafiek, waarin de horizontale balk de leeftijd weergeeft en de verticale balk de return on investment. En dan ziet u ook dat in de prenatale periode de gezondheidswinst echt vele malen hoger is dan wanneer iemand, bij wijze van spreken, 25 of 30 is. Dus zijn motto was invest in the very young. Michael Marmot die heeft heel veel onderzoek gedaan naar sociaal-economische gezondheidsverschillen. En hij liet zien dat wil je kinderen gelijke kansen geven op gezondheid, dan moet je op de vroegst mogelijke leeftijd investeren met gezondheidsvaardigheden in het onderwijs. Dus onderwijs en gezondheid moeten verknoopt zijn. En in deze voor u rechter deel van de dia ziet u ook dat positieve, dan wel negatieve gezondheidservaringen, die stapelen zich op gedurende de levensloop. Dus een negatieve ervaring kan resulteren in een desastreuze gezondheid op latere leeftijd, terwijl een positieve gezondheidservaring op jonge leeftijd ook uiteindelijk kan stapelen in de loop van het leven en juist tot een veerkrachtig iemand kan laten uitgroeien. Nou, met dat in ons achterhoofd zijn wij begonnen met schoolgezondheidsbevordering. We kregen in 2014 het verzoek van Onderwijsstichting Movare. Dat is een onderwijsstichting hier in deze regio. Die heeft ongeveer 50 basisscholen in de regio, met name Parkstad. Die vroegen ons om, vroeger de academische werkplaats, om ons te helpen, om hen te helpen bij het feit dat zij veel kinderen tegenkwamen in de klas die geen ontbijt hadden gebruikt, lege lunchtrommels en veel armoede in gezinnen. Nou, we hadden al wat ervaringen uit het onderzoeksproject wat ik met Marieke Leurs en met Nicole Boot heb uitgevoerd. Daarin wisten we al dat voor schoolgezondheidsbevordering moet de school geholpen worden vanuit ook moet er eigenlijk samengewerkt worden met de school, met externe partners. Want je mag niet van de school verwachten dat zij alleen die maatschappelijke opgave kunnen vervullen om de jeugd gezond te houden. Dus samenwerking met externe partners. Marieke en Nicole lieten zien dat als je de capaciteit van willekeurig wat, sportorganisaties, welzijnsorganisaties, GGZ, verslavingszorg, GGD, als je die capaciteit kon bundelen, dan kon je veel efficiënter optreden en kon met de school een programma gemaakt worden wat afgestemd was op de behoeften van de school en niet afgestemd was op het aanbod van al die afzonderlijke instellingen.
Nou, met dit programma is uiteindelijk het landelijk programma Gezonde School gestart. Dat is in 2010 van start gegaan, mede met financiering vanuit de ministeries. En ongeveer 17% van de scholen in Nederland nemen deel aan het landelijk Gezonde School programma. Of dit programma effectief is, dat onderzoeken we op dit moment. En Gerjanne Vennegoor en Lisanne Vonk voeren dat onderzoek uit. En we verwachten de resultaten ongeveer in 2023. We hadden ook les 5 geleerd uit het onderzoek van Dave van Kan. Die deed onderzoek naar hoe kan je de schoolpleinen zo inrichten dat kinderen verleid worden tot beweeggedrag en hoe kan je scholen stimuleren om actief dat kinderen te voet of met de fiets naar school komen. Daarvan wisten we dat dat alleen succesvol was als de school daar heel, heel intensief mee omging en de blootstellingsduur of de blootstellingsfrequentie en de intensiteit van die blootstelling echt maximeerde. Dus het motto richting de school was: doe het goed of begin er maar niet aan, want dan is het verspilde moeite. Met die lessen in ons achterhoofd hebben wij de Onderwijsstichting Movare geholpen met, en het is vandaag al heel vaak gezegd, met de gezonde basisschool van de toekomst. We hebben alle lessen meegenomen, dus een aanpak van minstens 6 jaar, 2 jaar voorbereiding, 4 jaar implementatie, elk jaar weer opnieuw meten, voedings- en beweeggedrag als uitkomstmaat. Dachten, nou, dat ligt dicht genoeg bij, dat kunnen we wel bereiken. De provincie, die was co-financier, die wilde dat we ook BMI en buikomvang meenamen. Daar dachten wij van, dat is een uitkomstmaat die misschien wel iets te ver weg in de tijd ligt. Maar goed, op aandringen van de provincie, waar we achteraf wel blij om waren, hebben we dat toch wel gedaan. We hebben downstream en upstream zoveel mogelijk gekoppeld door het nieuwe programma ook echt in de setting van de school tot een soort van vaste routine te laten uitwerken. We hebben de frequentie en de intensiteit van de gezondheidsimpulsen heel fors opgevoerd, regulier. Dus echt veel, veel hoger dan in het reguliere onderwijs. Met 1,5 uur verlenging van de schooldag, waarin we 1,5 uur met de kinderen een gezonde lunch nuttigden, die voldeed aan de normen van het voedingscentrum. En een uur sportspel en cultuur. Dat is uitgevoerd met inzet van de GGD, de gezondheidsadviseurs van de GGD, onder andere ook onder aanvoering van Marlou Egge. Maartje Willeboortse en Nina Bartelink hebben heel intensief het onderzoek uitgevoerd. Oh, de samenwerking. Die les was ik vergeten, geloof ik, hè? Ja. Ja, nou, dat was de dia waarin ik heb willen laten zien dat er heel intensief met veel partners werd samengewerkt. Nina Bartelink en Maartje Willeboortse, die hebben het onderzoek uitgevoerd. Nina promoveerde cum laude op dit onderwerp, heeft heel intensief de context van die school bestudeerd. En ik kijk echt met heel veel trots terug op dat cum laude beoordeelde proefschrift. Verrassend genoeg zagen we op alle uitkomstmaten significante verbeteringen. Op het voedingsgedrag, beweeggedrag, BMI, buikomvang. En wat we ook zagen, wat ook heel relevant is, dat de effect size voor kinderen uit lage en hoge sociaal-economische statusgezinnen even groot was. Dus het programma draagt bij aan kansengelijkheid. En we zagen dat kinderen veel socialer zich gingen gedragen. En dat heeft alles te maken met gewoon samen lunchen. Vinden wij ook allemaal heel gezellig. En samen sportspel en spelen. Dat brengt mij bij het tweede onderdeel. Gezondheidsbescherming. Weet u het nog? Het zijn maatregelen gericht op collectieve bescherming. Tegen blootstelling aan schadelijke risicofactoren of schadelijke omstandigheden. Kijkend naar de 2 voorbeelden die ik net schetste, past bewegen zonder zorgen als maatregel prima in de omschrijving van gezondheidsbescherming. Waarom bieden we het niet collectief aan? Is dan de vraag. Ik kom er straks nog even op terug, want dat heeft heel vaak toch met pecunia te maken. Want dan moet je het ook echt collectief aanbieden in wijken en buurten waar dat nodig is. Voor alle vrouwen. Waarbij vrouwen zelf kunnen beslissen of ze deelnemen of niet. De gezonde basisschool van de toekomst.
Dat is een maatregel die gericht is op collectieve bescherming van basisschoolleerlingen tegen blootstelling aan een obesogene samenleving. We hebben ook gezien dat die gezonde basisschool voor de toekomst, dat die bijdraagt aan kansengelijkheid, dat zei ik al. Is zo'n beschermende maatregel, beperkt die dan te veel de individuele vrijheid? Want dat is een probleem vaak bij gezondheidsbescherming. We bieden het al dan niet verplicht aan iedereen. Ouders waren bij aanvang van de gezonde basisschool best kritisch, want ze vonden dat hun vrijheid werd ingeperkt, zeker als het ging om de lunch van de kinderen. Dat bewegen vonden ze allemaal wel prima. Maar die lunch, nee. Ouders bepaalden wat een kind zou moeten eten. We hebben ouders toch weten te overtuigen. Uiteindelijk wist 80% van de ouders vond het goed dat we gingen starten. En na afloop waren de ouders dé grote ambassadeurs. Want ze zagen geen lege lunchtrommels, maar gelijke lunchtrommels. Les 6, die ik ook met u wil delen. Met Karin Behen heb ik dit boekje geschreven. Van leer naar leefschool. Het ging over de gezond basisschool van de toekomst. Daar hebben we alle resultaten op een publieksvriendelijke manier in gewone mensentaal opgeschreven. Want we wilden heel veel scholen enthousiast maken voor dit concept. En ik zou eigenlijk alle onderzoekers hier in de zaal willen adviseren, want eigenlijk zijn ze dat ook schatplichtig aan de samenleving, omdat heel veel onderzoek uit belastinggeld wordt betaald. Zorg dat je de wetenschappelijke resultaten bij het publiek brengt in een begrijpelijk jasje. Dat heb ik met Karin Behen ook gedaan in het boekje Hoge Hakken, Lange Tenen, waarin we de successen en de valkuilen van de academische werkplaatsen hebben belicht. En we hebben dat ook gedaan bij de verankering van de academische werkplaatsen, publieke gezondheid. Dat was ook een landelijke analyse die we met alle werkplaatsen hebben uitgevoerd. En waarin we vonden dat die verankering het beste lukt in een ondernemende GGD. Dus ik zou vooral de GGD en de werkplaatsen willen adviseren. Treed activistisch op en sta op de bres voor gelijke kansen op gezondheid. Nou, dat ik een beetje activistisch ben, hebben jullie in het symposium ook al gehoord. Maar ik wil het hier toch nog even gezegd hebben. De 16 Zuid-Limburgse gemeenten hebben een regionale gezondheidsnota onder de noemer trendbreuk. De naam zegt het al, men wil de trend breken in de gezondheidsachterstanden in deze regio. En dat doen we met een levensloopaanpak. We beginnen op de vroegst mogelijke leeftijd en trekken dan door zeg maar, naar de jongvolwassenheid. Want de jongvolwassenen zijn de opvoeders van de volgende generatie. Op deze manier proberen we de intergenerationele overdracht van ongezondheid, of noem het sociale overerving van ongezondheid, doorbreken. Invest in the very young. Hè? Heckman en Marmot, die ook juist uitgaat van op de vroegst mogelijke leeftijd positieve ervaringen meegeven. Nicole Smeets, Curvers, die is gestart met het onderzoek Kansrijke Start. Daar hebben we straks bij het symposium ook een bijdrage van, of vanmiddag ook een bijdrage van gezien. We trekken dat door naar de peuterkleutertijd. Sid Penders doet daar onderzoek op in de gezonde kinderopvang, waar heel veel kinderopvangpartners aan meedoen. Nou, dat trekken we door naar het onderwijs. En Esther Geurts doet op dit moment onderzoek naar de impact van het burgerkrachtonderwijs onder mbo-studenten. Eigenlijk zouden we dit het liefste als een gezondheidsbeschermende maatregel willen zien. Collectief, voor iedereen beschikbaar, niet verplicht. Maar het zou wel, als we het echt collectief in Nederland zouden doorvoeren, kunnen bijdragen aan bescherming van onze gezondheid. En het draagt bij aan het recht op gelijke kansen op gezondheid. Gezondheidsbewaking gaat over twee onderdelen. Ik zei het al, het monitoren van de staat van de volksgezondheid en gezondheidsaspecten meewegen in bestuurlijke beslissingen. Nou, dat is best lastig, want dat laatste is het heel lastig, hè, want welke belangen wegen nu het zwaarst? Zijn dat de economische belangen of de belangen van de natuur of toch de gezondheid? Dat is een lastige afweging en ja, Jacques Kostongs is er nu geloof ik niet, maar hij was er vanmiddag wel. Voormalig wethouder van de gemeente Maastricht, ik hoor het hem nog zeggen, gezondheid is politiek. Nou, met dat indachtig hebben Mieke Steenbakkers en Annemarie Hendricks onderzoek gedaan naar of die beleidsambtenaren in staat zijn om
gezondheidsaspecten mee te wegen in beslissingen. En dan moet je denken aan bijvoorbeeld een wethouder ruimtelijke ordening die gezondheid meeweegt in bijvoorbeeld een grote herstructurering in de stad of in een wijk. Of aan een minister die de volksgezondheid meeweegt als hij een vergunning moet geven over de verbreding of verruiming van de luchthaven of een aanleg van een snelweg in een heel bosrijk gebied. Het zijn lastige afwegingen. Nou, Mieke en Annemarie deden hier onderzoek naar. En de resultaten waren best wel confronterend. Want beide concludeerden dat beleidsafdelingen binnen één gemeente nauwelijks of niet met elkaar samenwerken. Dus de afdeling volksgezondheid werkt nauwelijks samen met de afdeling ruimtelijke ordening of afdeling milieu of noem het willekeurig welke andere afdeling. En ze concludeerden dat kennis en competentie ontbreken en dat de ambtelijke en de bestuurlijke continuïteit ontbreekt. Nou, confronterend, maar het heeft wel weer het debat in onze regio opgeleverd over hoe je dan beleids of hoe je dan gezondheidsaspecten in beleid wel kunt meenemen op een goede manier. Soms lukt dat wel. Bij de ondertunneling van de A2 hier in Maastricht is gezondheid op een zeker moment een heel belangrijk uitgangspunt geworden. En het resultaat is de groene loper. En ik mag u allen aanraden om vooral over die groene loper een wandelingetje te gaan maken, als dat lukt. De WHO noemt dergelijk beleid health in all policies. De Nederlandse variant is alles is gezondheid. En dat ziet u hier eigenlijk in, dat, in die bal, zeg maar, in dit plaatje. Het plaatje van Dahlgren en Whitehead, wat ik heel vaak gebruik. En waar ik ook eigenlijk bijna alle promovendi mee opvoed. Namelijk, de populatie staat in het midden, maar omcirkeld door een heleboel invloedssferen die allemaal impact hebben op de volksgezondheid. De buitenste ring, ziet u, is het global ecosystem. Dus de bredere blik naar buiten toe, de biodiversiteit, ons klimaat. Lex heeft het in zijn praatje net bij het symposium ook al aangekaart. Dit is het uitgangspunt ook geweest voor het onderzoek van Laurens Reumers, die op verzoek van de gemeente Utrecht werd gevraagd om onderzoek te doen naar armoede en hoe het armoedebeleid of hoe gezondheidsaspecten kunnen worden meegewogen in de aanpassing van hun armoedebeleid. Utrecht kent 15% van de inkomens van de huishoudens die een inkomen hebben lager dan 125% van het bestaansminimum, waarvan zelfs driekwart een lager inkomen heeft dan 105% van het bestaansminimum. Dus veel armoede. Laurens heeft dat gedaan aan de hand van de procedure group model building. De naam zegt het eigenlijk al, dat is dat je een model bouwt met een groep. En een groep in dit geval van experts die de praktijk kennen, die in die praktijk ook werken. Dus mensen vanuit de schuldhulpverlening, vanuit de sociale dienst, vanuit de gemeente, vanuit het welzijnswerk, vanuit de eerste lijn die veel geconfronteerd wordt met financiële problematiek, maar ook met ervaringsdeskundigen en wetenschappers. Zij hebben alle, en Lex heeft het vanmiddag ook genoemd, causal loop diagrams bedacht. Alle causale relatietjes die er zijn in zo'n ingewikkeld spel van armoede. Nou, deze dia kunt u niet lezen, dat hoeft ook niet. Ik wil het een klein beetje vereenvoudigen. Hier ziet u alleen de relatie van armoede naar gezondheid. Stel je hebt weinig inkomen, ja, dan is een terrasje nemen toch wel lastig. En kan dat een nadeel zijn voor je sociale contacten. Dus alle pijlen lopen hier in de richting van, even kijken voor u, van links naar rechts. Of zeg ik het nou net verkeerd? Van links naar rechts, toch? Ja, ik ben een beetje links-rechts. Nou, dat weet mijn familie. maar de... Nee, oké. Okay. Nou, maar nu zeg ik het goed, toch? Ja, oké. Okay. Ja. Hier andersom, het plaatje van gezondheid naar armoede. Want gezondheid, stel u hebt een beperking, dan kan dat invloed hebben
op op uw inzetbaarheid en dus op uw inkomen. Wat we in de dynamiek van dit model vonden, dat er een aantal factoren heel veel voorkwamen. Namelijk meedoen in de samenleving, of juist je buitengesloten voelen, omdat je in armoede leeft. Stress, belangrijke factor. Heel veel schaamte. Sociale contacten, of juist gebrek daaraan. Financiële vaardigheden, of ook weer soms wat minder goed in het omgaan met geld. En minder gebruik maken van voorzieningen. In die group model building sessies, want we hebben een aantal van die sessies achter elkaar gehad, werden toch weer vooral downstream factoren genoemd. Dus factoren die op het individuele gedrag betrekking hebben. Het zal dus voor ons nog een hele kluif zijn om de gemeente Utrecht van heel goed advies te voorzien, zonder dat we het individu weer de schuld geven van zijn financiële problemen. En dit is les 7. Als we een probleem tot een individueel gedragsprobleem maken, dan verdwijnt het van de politieke agenda. Want dan is het ieders eigen vrije keuze. Dat is les 7. Dat is ook mijn laatste les. Ik neem u mee naar het laatste onderdeel. Namelijk gezondheidsbewaking. Bestaat dus uit 2 delen. Hebben we al gezegd. Monitoren en die gezondheidsaspecten meenemen. Wat betreft het monitoren. Ik heb onderzoek gedaan naar de Limburg-factor, vandaag ook al veelvuldig genoemd. Daar is de sociale agenda Limburg uit voortgekomen. Rachel Meisters heeft een verdiepende analyse gemaakt naar die Limburg-factor. Bestaat die Limburg-factor wel? We hebben met data van de Onderwijsmonitor Limburg, data van het Research Center voor onderwijs- en arbeidsvraagstukken, met CBS-data, met Perinet-data, data van de gezondheidsmonitors jeugd, volwassenen en ouderen van de GGD, hebben we een heel groot databestand kunnen opbouwen waarin we gekeken hebben wat die Limburg-factor nou is. En dat hebben we op GGD-regioniveau gedaan. Hier ziet u de 25 GGD-regio's. En we hebben GGD-regio Limburg als referentieregio gebruikt. Die is in het linkerplaatje grijs gekleurd. En alle lichtblauw gekleurde regio's doen het beter wat betreft ervaren gezondheid dan Limburg. En alle donkerblauw gekleurde regio's doen het veel beter in ervaren gezondheid dan Limburg. De rode regio doet het slechter. Maar er is geen rode regio. Als we dit corrigeren voor leeftijd, geslacht, sociaal-economische status, chronische aandoeningen, leefstijl, eenzaamheid en zelfregie, dan verdwijnen de kleurverschillen. Nou, bijna. Niet helemaal. Maar ze worden aanzienlijk lichter van kleur. Er zijn nog een aantal regio's die het ietsje beter doen. Maar Limburg doet het dus, als je op die bevolkingskenmerken let, niet slechter dan de rest van Nederland. Dat vonden we ook in de totale zorgkosten vanuit de basisverzekering, die we uit de Vectis-data konden halen. Ook hier ziet u weer in het linkerplaatje best grote kleurverschillen. Ook weer ten opzichte van Limburg. Hè. Limburg in dit geval zwart, maar de donkerblauwe regio's maken veel minder kosten. En als we dat ook weer voor diezelfde variabelen corrigeren, dan is er 1 rode regio, namelijk Amsterdam. Waar dat dan ligt, moeten we nader onderzoeken. Maar eigenlijk scoort Limburg precies hetzelfde in de zorgkosten als je dus op die als je voor die kenmerken corrigeert die ik net noemde. Dat betekent niet dat de verschillen er niet zijn. Ze zijn er wel. En we weten dus ook wel dat we ze kunnen aanpakken door op leeftijd kan je niks doen.
Daar kunnen we niet op interveneren, op geslacht ook niet. Op sociaal-economische status wel. En op chronische aandoening ook, op leefstijl ook. Op eenzaamheid, op zelfregie kunnen we allemaal op interveneren. Maar ook hier geldt weer, het zijn vooral de downstream factoren. En upstream hebben we hier niet in kunnen meenemen. Wat zegt dit over de Limburg-factor? Dat die er eigenlijk niet is. Dit gezegd hebbende, want ik ga afsluiten. Ik heb Martien beloofd dat ik niet langer dan 3 kwartier praat. Gezondheid, een publieke kwestie. Ik zou het pleidooi willen houden om een betere balans te zoeken tussen individu-gerichte gezondheidsbevordering en collectief-gerichte gezondheidsbescherming. En een pleidooi om gezondheidsaspecten in beleids- en bestuurlijke beslissingen steviger mee te nemen in gezondheidsaspecten steviger mee te nemen in beleids- en bestuursbeslissingen. Zoek ook naar een eerlijke verdeling tussen kansen op gezondheid, want die kansen zijn nu niet gelijk verdeeld. Dat is heel zeker belangrijk met de blik op de toekomst, waarin we het niet alleen hebben over public health, maar ook over global health, dus voor de hele wereldbevolking. Ook richting one health, voor mens en dier. En voor planetary health, voor het behoud van onze aardbol. Tot slot, een woord van dank. Ik heb mij als een vis in het water gevoeld de afgelopen jaren, in eigenlijk al mijn werkzame jaren. Iemand heeft dit ooit bedacht als een soort van metafoor voor de academische werkplaats publieke gezondheid. Ik zit dus als een vis in het water, in de viskom van beleid, de viskom van onderzoek en de viskom van praktijk. Ik heb al die jaren geprobeerd om zo af en toe eens over te springen van de ene viskom naar de andere. En dat heb ik kunnen doen dankzij eigenlijk alle mensen hier in de zaal. Dankzij alle mensen met wie ik heb samengewerkt. En dat zijn er heel veel. Daarom begin ik er niet aan om namen te noemen, want dat is eigenlijk ondoenlijk. Ik wil wel Fons even expliciet bedanken, Fons Bovens. Fons heeft heel veel moeite gedaan om de leerstoel, populatiegericht gezondheidsbeleid, op te zetten. Dat is uiteindelijk gelukt. Dirk Ruwaard heeft dat vanaf het begin af aan steeds van harte ondersteund. Dus Fons en Dirk, dank. Zonder jullie had ik hier niet gestaan vandaag. Dus daarvoor ook heel veel dank. Verder wil ik alle mensen van de GGD heel erg danken voor de altijd collegiale en prettige samenwerking. Soms ook de regeldingen die zij weer voor mij deden, waar ik een pesthekel aan had. En wat dan toch weer mij verder hielp in mijn andere werkzaamheden. Dank daarvoor. Ik wil ook alle UM-collega's heel hartelijk danken. We hebben echt altijd op ongelooflijk prettige manier samen kunnen werken. Ik heb dat ook altijd heel erg gewaardeerd. Het was ook altijd een open houding en ja, open en eerlijk naar elkaar toe. Mijn familie wil ik heel hartelijk danken. Ik kon daar altijd terecht voor steun, voor heel veel gezelligheid. Ik vind het ook ongelooflijk fijn dat jullie er allemaal zijn. Alle vrienden met wie ik gewoon kon ontspannen, wandelen, fietsen, niks doen, gewoon de dingen die nodig zijn ter ontspanning. En waar ik ook vooral heel veel mee heb kunnen lachen. Tot slot, Martien, Sophie, Desiree, Wouter. Oh, ik vergeet deze. Ja, ik had eerder moeten doordrukken. Ja, dit zijn al mijn postdocs en promovendi, met wie ik ook ongelooflijk fijn heb samengewerkt. En die heb ik ook niet allemaal kunnen noemen in mijn afscheidsrede.
Dus ik heb ze hier toch nog maar even allemaal op de dia gezet. Maar nu kom ik toch echt bij jullie. We hebben samen ongelooflijk veel mooie reizen gemaakt. We hebben echt heel veel avonturen beleefd. Jullie blijven ook echt wel een avonturier voor de rest van je leven. Cuba is dit. Daar hebben we jullie ook een beetje de lessen geleerd van hoe je met een rugzak rondreizend met zo min mogelijk bagage en van dag tot dag maar plannen hoe je dat moest doen. En we hebben ook wel eens een keer een dag gehad dat we niet konden, dat er geen avondmaaltijd was, want we hadden te laat een slaapplek gevonden. Dan waren we pas om 11 uur ergens op die plek van waar we konden slapen, zonder eten. Ook dat hebben we allemaal overleefd. Jullie blijven een avonturier, omdat het leven nu één keer als één groot avontuur in elkaar steekt. Dan, mijn lieve Martien. Wil je nou nog op het podium? Of, want... Nee. Oh ja. Ik heb gezegd. Ik moet maar even zeggen. Ja, ik... Ik heb gezegd. Ja. Doet hij het? Ja. Goed, dat waren jouw drie kwartier. Ik ga het niet echt lang maken. Mochten de mensen naar de wc willen, ga gerust. Ik ken het probleem, dus laat je niet weer houden. Beste mensen, beste Stef, beste prorector, geachte prorector. Nou, ik keek afgelopen maandag naar het 8-uur-journaal. Daar was premier Rutte in de Oekraïne op bezoek. Ging bij Volodymyr Zelensky langs en die zei gewoon, Mark! Zomaar, ik heb het zelf gehoord. Mark, dus dit moet ook kunnen. Ik ben vreselijk zenuwachtig, moet ik zeggen. Dus ik haal er toch een papiertje bij, dat wist ik van tevoren. Niet voor wat ik nu heel kort ga zeggen, maar vooral wat daarna komt. Daar ben ik zenuwachtig voor, maar daar heb ik nu al last van. Behalve Maria neem dus ook ik vandaag afscheid van de Universiteit Maastricht. Veel mensen van onze vakgroep, onze EPI-vakgroep, vinden het jammer dat ze niet bij kunnen zijn. We hadden 2 weken geleden mijn laatste dagje uit met de vakgroep, Mattie, hè, Piet en anderen. Voor mij is het binnenkort iedere dag dagje uit. Ik neem afscheid, niet als hoogleraar, zover heb ik het nooit geschopt. Alhoewel, bijna iedereen dacht dat ik professor was. En ik werd ook vaak zo aangesproken. Kortom, wel de lusten, maar niet de lasten. Heerlijk. Erger nog, het is de laatste tijd minder, maar er zijn jaren geweest dat ik niet over straat kon zonder voortdurend gesis op de achtergrond. Einstein. Jullie, Maria, Wouter, Desiree, Sophie kunnen dat beamen. In Zuid-Afrika, in Brazilië, in Oost-Maarland. Je kunt het zo gek niet bedenken. Een tikkeltje overmoedig en misschien ook wel een beetje toe aan een carrière-switch heb ik in 2012 nog gesolliciteerd bij de film, tv en toneelproductiemaatschappij Carrie Kimmel en Michael Pollack, gevestigd in New York, 445 Park Avenue, 9e verdieping, met ook een kantoor in Los Angeles. KKNP was op dat moment aan het casten voor een nieuwe productie, The Son of Einstein, voorzien voor 2015. Nooit meer iets gehoord op die sollicitatie. En ook niet van die hele Son of Einstein. Hadden ze maar beter moeten casten. En zo ben ik behouden gebleven voor Maastricht. Maria was afgelopen dinsdag weer eens op de televisie, in het dagelijkse nieuwsprogramma Limburg Centraal van L1. Strijd voor volksgezondheid maakt plaats voor pensioen, zo luidde de titel van het item.
Dat Maria werd aangekondigd als scheidend hoogleraar was vooral voor Sophie een grote schok. Nou, ik kan jullie geruststellen, zover is het voorlopig nog niet. Zoals gezegd, ik heb verder niet een heel erg lange afscheidstekst. Tot op de dag van vandaag word ik immers achtervolgd door kritiek op mijn veel te lange e-mailberichten en andere schriftelijke uitingen in de afgelopen 42 jaar. Mijn repliek, had je iets meer geduld gehad, dan had je er best nog wel wat van kunnen opsteken. Ooit zong ik in een koor, de stem des volks, niet echt geoefend, maar wel gezegend met een stevig volume. Maar daar kwam nu alweer meer dan 15 jaar geleden een einde aan. In een overmoedige bui heb ik ongeveer een jaar geleden onze Sophie toevertrouwd: als ik ooit afscheid neem, dan liefst zingend. Ik heb toen zelfs het lied genoemd dat ik in gedachten had. Uiteraard heb ik daar nu spijt van. Maar belofte maakt schuld, er lijkt geen weg terug. Mocht het Vaticaan misgaan, ontsla me maar, zou ik zeggen. Het lied dat ik probeer te gaan zingen zonder begeleiding is geschreven aan het eind van de 19e eeuw in het Jiddisch door Mark Warszawski, die leefde van 1848 tot 1907. De oorspronkelijke titel luidde Eufen Pripetschek, dat betekent zoveel als in de haard. Het gaat over een rabbijn die zijn leerlingen het alefbet, oftewel alfabet, leert. Het vormt een belangrijke herinnering aan de Joodse muzikale wereld van voor de Holocaust. De geweldige tekstschrijver Willem Wilmink gebruikte dit lied nadien als inspiratie voor zijn gedicht De Rebbe leert de kinderen schrijven. Het is onder andere te vinden in de bundel van Willem Wilmink, verzamelde liedjes en gedichten, en door Harry Banning op muziek gezet. Het is ook een aantal keer op televisie te zien geweest, in Sesamstraat bijvoorbeeld in 1992. Ook in de theatervoorstelling met Joost Prinsen, een hommage aan het vooroorlogse Joodse tip-top cabaret. En precies uit diezelfde voorstelling hebben, toen ik uiteindelijk mijn academische brevet behaalde, nu zo'n 23 jaar geleden, hebben Wouter, Desiree en Sophie ook een nummer te gehoor gebracht uit diezelfde voorstelling. Meneer Dinges weet niet wat swing is. Van het duo Johnny and Jones. Allebei omgebracht in de Tweede Wereldoorlog als Joden. Terug naar de Rebbe. Van meer recente datum uitvoeringen door onder andere Wende Snijders in De Wereld Draait Door. Waarom dit lied? Het is niet bepaald een vrolijk lied, maar het gaat denk ik over het belang van goed onderwijs. Ik heb het geprobeerd goed onderwijs te geven. Dat is niet altijd goed gegaan, maar ik heb het geprobeerd. En nu ga ik dit proberen. Kijk hoe ver we komen en anders volgt plan B. In de kleine school staat een kacheltje en het brandt heel goed. En de Rebbe leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. En de Rebbe leert, lieve kindertjes, hoe je schrijven moet. Het is Hebreeuws nog wel, dus heel moeilijk hoor. Het moet keurig net. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. Heb je het mooi gedaan, dan wordt een vlaggetje in je schrift gezet. En de Rebbe zegt, lieve kindertjes, kennis is geen macht, maar kan toch wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Maar kan toch nog wel een lichtje zijn in stikdonkere nacht. Lieve kindertjes, wat een lijdensweg
ga je tegemoet. Daarom steek ik vast een lichtje aan, dat het altijd doet. Daarom steek ik vast een klein lichtje aan, dat het altijd doet. Nou ja, de tonen zaten er flink naast, maar goed, niet erg. Nou, daar kan ik niet overheen. Hij gebruikte twee microfoons, zag je het? Volgens mij had hij ze allebei niet nodig. Onze studenten weten dat. Nou, heel erg mooi. Wat een bijzonder duo neemt vandaag afscheid. Heel erg mooi. En ik weet zeker dat iedereen heeft genoten. Van links tot rechts. Of rechts tot links. Maakt allemaal niet uit. Jij denkt nu dat we aan het einde zijn, maar dat zijn we nog niet, Maria en Martien. Want Dirk Ruwaard, je hebt hem al eventjes genoemd, wil ook nog even iets zeggen. Dus het podium is even voor Dirk Ruwaard. Ja, het mag duidelijk zijn dat ik hier natuurlijk ook absoluut niet tegen op kan. De reden waarom ik hier sta is natuurlijk Maria. Hè? En ik moet eerlijk zeggen, als ik bij ons uit ons gebouw, hè, waar Maria ook gehuisvest is, en ik ga daaruit en ik ga naar de binnenstad toe, dan zie je aan de linkerkant een heel mooi gebouw met allemaal glas. En daar staat een kop op en dat is Albert Einstein. En ik kan je vertellen, elke keer als ik daar langs rijd, dan moet ik aan Martien denken. En dat is niet gelogen, dat is echt waar. In ieder geval, Maria, heel veel dank ook voor deze leerzame reden met zoveel lessen die je hebt toegevoegd daaraan. Maar ik begin eigenlijk even met dit. En dit heeft te maken met datgene wat Stef net al even zei. Want het is dus niet om aandacht te trekken hier, want die aandacht heb ik wel. Want iedereen kijkt nu naar mij, dus dat loopt wel los. Maar het heeft te maken met de pas die Maria heeft als ze bij ons in het gebouw door de gangen loopt. En recent was het zo, dat is echt recent gebeurd, dat een jonge medewerker naar me toe kwam en die zei tegen mij van, die Maria, als ik naast haar loop in de gang, ik kan er niet bij houden. En dat was een jong iemand. Dus ik zal maar zeggen, alles bij Maria gaat in een rap tempo. Het werd net al ook even genoemd. Nou, dat is natuurlijk typisch Maria, hè? Dus die tred die jij hebt. En dat is zo herkenbaar als je op je kamer zit en je hoort je lopen. Dan zeg je, dat is Maria. En die beweging die beperkt zich niet alleen tot jouw lopen. Want je fietst eigenlijk toch ook wel als een idioot van werk naar huis en terug en noem maar op. En daar blijft het niet bij, want achter haar bureau staat zo'n trapding. En ze is de hele dag achter haar bureau aan het fietsen. En dat is niet gelogen. Dat is echt ook typisch Maria. En ik heb wel eens gedacht, dat lijkt wel de niet-motorische Max Verstappen. Zo snel gaat zij, zo rap is zij. Wel, met haar lichamelijke activiteit, dat zit het dus wel goed. Dat is al een paar keer genoemd, vanmiddag ook tijdens het symposium. Ze gaat met pensioen, dat zie je er ook echt niet van af. Want ze ziet er hartstikke fris en fruitig uit. En dat moet je vooral zo houden, Maria. Hoe zou ik nou Maria willen typeren? En ik hoop dat je het zelf ook herkent wat ik nu ga zeggen. En ik hoop dat Martien dat ook herkent en natuurlijk ook Wouter en Sophie en Desiree, dat jullie zeggen, ja, die man die staat daar geen onzin te zeggen. Maar het is echt waar, want wij herkennen dat dus ook. En dan niet alleen, denk ik, het gezin, maar ik hoop ook de rest van de mensen in de aula en ook de mensen die via de livestream meekijken en meeluisteren, dat ze allemaal wel in de gaten hebben van, je hebt het nu ook toch echt over Maria. We doen binnen onze vakgroep doen wij onderzoek. Logisch, want je werkt op een universiteit en daar maakt Maria ook deel van uit. En een van de dingen die wij doen is dat wij grote groepen
patiënten of burgers gaan we opdelen in homogene subgroepen. Nou, dus wat heb ik gedaan de afgelopen dagen? Ik heb geprobeerd om Maria te stoppen in een bepaalde homogene subgroep, waarbij binnen zo'n homogene subgroep de mensen allemaal gekenmerkt worden door dezelfde kenmerken. Goed, nou, dat heb ik geprobeerd, maar ik weet niet of het u lukt, maar mij lukt het niet, want Maria is echt een uniek persoon. En ik heb nog eens gedacht van, goh, laat ik nou eens opzoeken wat uniek nou echt is. Dus ik heb Dikke van Dalen erbij gepakt. En daar staat, letterlijk, in de Dikke van Dalen, waarvan er maar één is. Of, staat er ook, of, enig in zijn soort. Nou, ik denk dat dat echt het geval is met Maria. En ik zal dat ook aantonen met een aantal kenmerken. Dus die fysieke, niet-motorische Max Verstappen, daar heb ik het al over gehad. Maar we hebben ook natuurlijk nog een mentale kant van jou. En nou ja, die kenmerkt zich ook door bepaalde dingen en activiteiten. Het activisme is net ook al even besproken. Maar ten eerste toch ook wel even, het werd vanmiddag ook genoemd in het symposium. En ik noem het maar even niet zo elegant, maar Maria is een echte subsidievreter. Dat is echt onvoorstelbaar. Je bent in 2006 begonnen met de academische werkplaats publieke gezondheid. Dus als ik even snel reken, dan hebben we 16 jaar zijn we verder. En ze heeft zoiets van 15 miljoen op eigen konto heeft ze binnengehaald. En ze heeft 10 miljoen als mede-aanvrager binnengehaald. Dus dat is 25 miljoen. Dus je kunt je voorstellen dat zij dus zo'n beetje 1,5 miljoen per jaar structureel binnenhaalt aan gelden voor onderzoek. Nou, dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Ik zou maar zeggen, dat is geen kattenpis. Dat zullen veel mensen in het onderzoek dus niet redden. Een van de pilaren van de universiteit tegenwoordig is het onderwerp erkennen en waarderen. Het erkennen en waarderen programma van de universiteit. En een van de belangrijke dingen die daar eigenlijk de wetenschappers moeten hebben, is dat zij impact ook. Ze moeten bijdragen aan impact. Nou, als er iemand bijdraagt aan impact, ik noem haar maar behalve een subsidievreter ook een impactkanon. Dat ben je dus echt, Maria, en het is al vandaag ook in het symposium al een aantal keren genoemd. Hè. Gezonde basisschool voor de toekomst, kansrijke start, dat deel uitmaakt van het programma Trendbeuk Nederland. Dus dat zit absoluut goed. Dus in dat opzicht is het ook doodzonde dat je dus weggaat, want nou ja, zo'n iemand als jij met zo'n impact is ongelooflijk belangrijk om ook als wetenschapper naar de buitenwereld te treden. Dat doe je niet alleen op die manier. Ik heb je ook nog iets anders getypeerd door te zeggen, Maria is ook een media-icoon. En ik zal je even laten, nou ja, dat ik even onderbouw waarom dat dan zo is, hè, voor zover je dat al niet weet. In 2016 heb je de Vrouw in de Media Award Limburg gewonnen als initiatief van het sprekersbureau Zij Spreekt en mediaplatform VIDM. En dat staat voor Vaker in de Media. Nou, ik zou je vertellen, ik dacht, nou, ik heb op haar gestemd, maar zal zij dat nou echt gaan worden? Het zal me zeer verbazen. Maar wat blijkt, de burgemeester van Maastricht, die had toch even mooi het nakijken. He, want jij werd het en niet die burgemeester. Maar goed, zit wel één randje aan, want die burgemeester was pas 1 jaar burgemeester. Maar desalniettemin, je hebt het ook echt verdiend. En het werd al een paar keer gezegd bij L1, noem maar op. Wat bleek nou bijvoorbeeld vanmorgen? Ik weet niet of jullie het gelezen hebben, in de Limburger. In de Limburger staat een interview met jou, Maria. En dat interview kopt van de zotte dat fruit duurder is dan een zak chips. En dat is eigenlijk ook een beetje het betoog wat je vandaag gehouden hebt. Het is ook een beetje omgeving wel, hè? Van hoe kun je dan die gezonde keuzes überhaupt maken. Overigens vond ik het wel weer ongelooflijk opvallend dat in diezelfde Limburger van vanochtend, dus in dezelfde krant, wordt melding gemaakt met de volgende kop: iets meer horeca in Limburg, vooral in fastfood. Nou, we hebben vanmiddag het symposium gehoord en Lex die ging daar een verhaal over houden over Rotterdam, waarin dus het aantal fastfoodwinkels alleen maar toeneemt. En eigenlijk zien we dat dus hier ook. Dus het betekent dat er nog best een hele strijd te voeren is.
Goed, nou, media-icoon. Daarnaast vind ik, je bent ook een echte innovator en je bent ook een consolidator. Nou is consolidator, als je het opzoekt in de dikke Van Dalen, dat hele woord bestaat niet. Maar ik denk wel dat u begrijpt wat ik bedoel met consolidator. Want je bent in 2006 begonnen met de academische werkplaats. Je hebt dat vernieuwd en je hebt het ook echt gewoon geborgd. En dat is een geweldige prestatie. Vanmiddag werd nog even gezegd van er zijn drie Founding Fathers, werd ook wel door Rianne gezegd, dat zijn de drie dubbel vergrijsde mannen die daar stonden. Maar uiteindelijk hebben we natuurlijk maar één Founding Mother en dat ben jij, Maria. Absoluut. Wat ken jou, merkt jou nog meer? Je bent de duizendpoot, altijd druk, overvolle agenda. Ik weet nog dat ik in de tweede helft van juni vroeg ik aan Maria van, goh, hoe staat het nou eigenlijk met je reden? Toen zei ze, ja, ik moet er eigenlijk nog aan beginnen, want ik heb geen tijd, want mijn agenda is steeds zo vol. Ik zei nog tegen haar, nou, worstel dan maar kom maar boven. Maar je bent in ieder geval bovengekomen, hebben wij wel gezien vanmiddag met deze reden. Je bent ook een verbinder. Je bent in staat, en dat is knap, want daarmee krijg je toch, vind ik, veel dingen voor elkaar. Je bent een verbinder, omdat je heel makkelijk toch ook de taal spreekt vanuit de praktijk, beleid en het onderzoek. Het werd ook vanmiddag al even gememoreerd en Stef zei dat ook al even. Ik denk dat dat een belangrijke eigenschap is die jou tot een succesvolle vrouw heeft gemaakt. Ik denk een heel ander belangrijk punt is ook dat ik altijd merk aan jou dat het eigen belang voor jou absoluut op de achtergrond staat. En je gaat voor het maatschappelijk belang en dan vooral degene die het niet zo best hebben in de maatschappij. En dat siert jou. En dat resulteert erin dat jij in staat bent om allerlei werelden met elkaar te verbinden en dus ook zo'n 25 miljoen in die periode even binnen te harken. Je bent dan wel een motor, zei het niet gemotoriseerd, zal ik maar zeggen, die de academische werkplaats tot een succes heeft gemaakt. Maar ik zou hier toch ook heel graag even de medewerkers van de GGD Zuid-Limburg willen noemen. Want je hebt daar natuurlijk ook heel veel steun aan gekregen. Als ik vanmiddag ook weer kijk met de organisatie van het congres. Dat zag er ook weer heerlijk uit met zoveel mensen. Ik vond het zelf ook omdat ik weer veel mensen tegenkwam van vroeger. Ook wel weer een reunie. Dus dat was eigenlijk een fantastische bijeenkomst. En dus ook mijn dank naar de mensen van de GGD die jou hebben geholpen om het zover te brengen. Soms denk ik wel eens met dit soort mensen als Maria. We hebben het over werkdruk op de universiteit en niet alleen hier, maar dat is landsbreed is dat zo, denk ik, met dit soort types als Maria zit de universiteit met een dubbeltje op de eerste rang. Ik vergelijk het wel eens met mensen uit de consultancywereld. Hè, en dan spreek ik ze wel eens en dan zeggen ze, ja, mijn reistijd moet ik ook declareren. Dus, hè, en zo gaat dat dan. En dat is dus toch vaak een hele andere mentaliteit dan ik gelukkig hier waarneem op de universiteit. En zoals ik dat ook zie bij jou. Ik wil daarbij toch ook, als we het hebben over dankzegging, ook de GGD Zuid-Limburg heel hartelijk willen bedanken. Het is net ook al even gememoreerd fonds. Wij hebben regelmatig gesprekken met elkaar gehad. Jij bent ook degene die haar die ruimte heeft gegeven om dit daadwerkelijk te doen. Waarbij het natuurlijk ook een belang was van de GGD, maar net zo goed een groot belang van de universiteit. En je hebt daar ook heel veel ruimte voor gegeven en je hebt daar ook echt in willen investeren. En ik denk dat we daar ook echt heel veel dank voor moeten zeggen. Ja, het werk van jou, het werd vanmiddag ook al even gezegd, Maria, dat kan natuurlijk niet door één iemand overgenomen worden. Er zijn zelfs vijf mensen die dit gaan doen, hè? Dat is geweldig. Dus dat betekent ook dat die academische werkplaats gewoon door blijft gaan. En ik vind het ook hartstikke fijn dat Christian Hoebe, daar zit hij, dat hij dat dus ook, hè, die leiding daarvan gaat nemen. Ik denk dat het ook heel goed is voor de vakgroep Sociale Geneeskunde. En dat we daarmee die link ook tussen sociale geneeskunde van de universiteit en ook met de GGD Zuid-Limburg kunnen bestendigen voor, nou ja, tot Sint-Jutemus zou wat mij betreft zijn. Ik vond Maria altijd de samenwerking die ik met jou heb gehad altijd geweldig. Wij hadden ook eigenlijk altijd wel heel weinig woorden nodig om elkaar te begrijpen. En als dingen dan niet goed liepen en we belden elkaar even, dan waren we ook zo klaar. Niet ellenlange verhalen, maar hupsakee, het was geregeld. We zijn altijd ook heel open naar elkaar geweest en ik moet zeggen, ja, dat is mooi wat ons bezighoudt en dat schept ook een band, of het nou werkzame leven is of het privéleven.
Nou hoop ik dat dat straks een beetje deze kant op gaat met jou. En dat dat tempo dus iets minder wordt. Aan de andere kant, als ik Lex vanmiddag hoor, dan denk ik, nou, doe dat niet, want werken is allemachtig belangrijk voor je gezondheid. Maar een beetje minder mag wel. Je hebt nog 12 PhD-kandidaten die je nog gaat afleveren, die nog op dit moment aan de gang gaan zijn. En nou ja, het is ook goed, want daarmee hou je je mentaal ook gewoon fris. Ik gun jou en Martien en jullie kinderen het allerbeste ook voor de toekomst. En wij willen dat niet vanuit onze vakgroep Health Services Research, waar we ontzettend van je kennis en kunde en drive en activisme en al die kenmerken die ik net noemde, hebben genoten. Je moet toch even naar voren komen nu. Vanuit ons managementteam van de vakgroep hebben we een cadeau voor jou. Dit is ingepakt, maar de bedoeling is dat je het hier ook gewoon uitpakt. Oh, okay. Dus misschien moet je het even daarop zetten. Ja, het is een beetje toch wel dat ik denk van, ik weet niet of het goed is in jouw handen. Zal ik er toch maar bij blijven staan dan? Of, ik zal even... Nu zij het aan het uitpakken is, even vertellen wat het symboliseert. De stam van de organisatie wordt gevormd door mensfiguren die door hun inzet het geheel doen groeien tot grote hoogte. Het is een kunstwerk van Connie Ammerlaan van Niekerk en het is je zeer gegund en ik hoop dat het bij jullie thuis een heel mooi plekje gaat krijgen. Je wilde niet in het zonnetje, zei je nog van tevoren tegen mij. Nou, is ons toch gelukt om haar in het zonnetje te zetten. En nou ja, wel verdiend, zou ik willen zeggen. Ik ga deze academische zitting sluiten. En dat betekent dat wij naar de receptie gaan. En die receptie is hier in de tuin. Als u de hoogleraren volgt, dan komt u daar vanzelf. En mijn advies is om niet in de rij te gaan wachten tot je aan de beurt bent om Maria te feliciteren. Maar om een plekje te zoeken in de tuin en even je moment af te wachten als je ziet dat Maria er klaar voor is of er bijna klaar voor is. Om dan je kans te grijpen. Maria heeft mij één ding verzocht om te melden en dat ga ik dus ook bij deze doen. We zitten weer... Ben ik een beetje bang voor een vooravond van een uitbreiding van de epidemie die wij over ons heen hebben gekregen. Dus Maria zou het heel fijn vinden als wij niet zoenen tijdens de receptie. In ieder geval niet haar zoenen. en er staat ook een dispenser voor... uw handen, precies bij de deur waar u naar de tuin toe gaat. Dus ook het verzoek van Maria aan u om die dispenser dan ook echt te gebruiken. Dan heb ik gezegd wat ik wilde zeggen, dus ik wil hierbij graag deze academische zitting sluiten. En ik wens Maria en Martien en de hele familie en ons allemaal nog een hele fijne dag. Dankjewel. APPLAUS